Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend 6 uur zien we boven een groot deel van het land bewolking liggen en uit die bewolking viel vooral in het westen en zuiden lokaal al een bui. Die buien die trekken langzaam naar het noorden, maar lossen geleidelijk ook op, dus op de meeste plaatsen wordt het in de loop van de dag droog. De zon brengt ook wat vaker door en vooral vanmiddag kan de zon geregeld schijnen. Maar met het oplopen van de temperaturen gaan er ook opnieuw nieuwe buien ontstaan. En dat kunnen forse buien zijn met onweer, hagel en lokaal veel neerslag. Temperaturen 17 graden, 18 graden aan zee, 20 tot 22 in het binnenland. Vanavond ook nog een enkele stevige bui, maar later in de avond en in de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen is het een groot deel van de dag droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Het wordt 20 tot 23 graden, op een enkele plek zelfs 25 graden. Pas in de avonduren kan er lokaal weer een bui ontstaan, maar het is dus lang droog. Zaterdag overheerst ook het droge weer, zowel in de ochtend als in de middag. In het noordoosten kan er wel een buitje vallen, en in de rest van het land valt in de avonduren misschien weer een bui. Temperaturen 16 tot 20 graden. Zondag en maandag gaat de temperatuur naar beneden, en ook dan vallen er enkele buien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.